bij het opruimen van mijn zolder, dat wil zeggen bij het nog rommeliger maken van mijn zolder, daar kwam het op neer, een krantenknipsel. Van een artikel dat ik zelf heb geschreven, want ik werkte lange tijd in Doetinchem bij De Graafschapbode, krant met de mooiste geuzennaam van Nederland, later Gelders Dagblad geheten en inmiddels opgegaan in de Gelderlanden. En dat artikel is geschreven, of gepubliceerd in ieder geval, op 8 juni 1999. Dus dat is op één dag na, 20 jaar geleden. En het speelt zich af in deze contreien. Het heeft een poëtische titel. Bloemenkoning op de Dubbeltjesweg. Het bijzondere is dat hoe langer geleden het is dat je een stuk hebt geschreven, hoe poëtischer dat stuk in de loop van de tijd blijkt te zijn geworden. Ik lees het begin hiervan voor. Het gaat namelijk over de Ulenpas en het bezoek van de bloemenkoning Linnaeus aan dat landgoed. Verkeers- en informatieborden bemoeilijken machinale maaiwerkzaamheden. Langs de Dubbeltjesweg nabij Hoogkeppel staat zo'n bord waarop je met enige moeite, de letters zijn verweerd, kunt lezen over havezaten de Ulenpas. Ik zei nog steeds columns. Dit was overigens geen column, dit is een artikel over een bord dat daar onthuld was. En dit gedicht, annex column, heet Bijenappartementencomplex. In mijn stadstuintje houd ik bijen. Niet voor de honing, maar voor de gezelligheid. Rosse metselbijen heten ze. En je hebt geen imkersdiploma nodig om succes te kunnen boeken. Ooit kreeg ik van iemand een bijenhotelletje cadeau. Dat hing ik op aan een spijker die toevallig uit de buitenmuur stak. Het bestaat uit korte bamboepijpjes, bijeengehouden door een houten omlijsting die naar boven toe eindigt in een punt. De bijen hebben een dak boven hun hoofd dat ze zelf niet als zodanig zullen ervaren. Insecten maken geen gebruik van websites als booking.com. Ze komen altijd op de Bonnefoy. Verrassend hoe snel ze dit argeloos geplaatste, niet bepaald 5-sterren hotel hadden gevonden. Ik herinner me de eerste keer dat ze incheckten. Een metselbijvrouwtje inspecteerde de entree en die beviel haar blijkbaar prima. Want nadat ze eerst een tijdje was verdwenen, meldde ze zich